Ja, Danny, verlies. Na een aardig begin van ADO Den Haag is FC Utrecht eigenlijk duidelijk de betere. Hoe komt dat volgens jou? Ik denk dat we wel goed aan de wedstrijd beginnen komen op voorsprong. Maar ja, ze maken al heel snel 1-1. Dat is al slecht van ons, want ja, we moeten het gewoon vasthouden. En, je ziet het was binnen 5 minuten al. Ja, klopt. Je ziet na de 1-1 dat we het heel moeilijk hebben. En we winnen bijna geen duel. Scoren ze ook nog 2-1 en dan ben je blij dat het even rust is, want dan kan je de boel weer oppeppen en dan kan je weer misschien wat tactische dingen neerzetten. En ik denk tweede helft, eerste 10 minuten beginnen wel weer goed. En daarna worden de ruimtes zo groot dat het kan alle de kanten op gaan. Ik denk als Utrecht het een paar keer goed uitspeelt, dan scoren hun misschien wel 3-4-1. Maar daarentegen krijgen wij wel een paar kleine kantjes en moet je net het geluk hebben dat je die dan met net maakt. Alleen, eigenlijk eerlijk gezegd, de grotere kansen waren voor FC Utrecht. Ja, klopt. Maar zoals ik al zei, er waren een paar kleine kansen en moet je net geluk hebben dat die erin gaan. Dat geluk hebben we vandaag ook niet afgedwongen. Dus ik denk dat het terechte uitslag zo is. Je staat er met een heel zuur gezicht bij. Ben je boos? Ja, tuurlijk. Voor de wedstrijd had ik me iets anders hiervan voorgesteld. Ik denk Utrecht heeft wel een goede ploeg, maar ik denk zeker niet beter dan ons. We hebben vandaag gewoon te veel duels verloren en aan de bal veel te slecht gevoetbald. Dan kan je wel boos zijn op jezelf. Dan wordt er altijd gevraagd naar verklaringen. Heb jij die? Nee, ja, is moeilijk te zeggen. We wisten wel hoe hun zouden spelen met 2 spitsen en veel mensen op het middenveld. Ik denk dat we daar de eerste helft heel moeilijk mee hadden. En we kwamen zelf ook niet aan het voetballen. We durfden niet. We speelden de bal heel snel lang. Dan zie je dat wij het gewoon heel moeilijk krijgen. Tweede helft wordt de ruimte zo groot. Dan wordt het nog lastig voetballen. Weer geen thuisoverwinning. Dat begint zorgelijk te worden. Bijna tijd voor een psycholoog. Nou, dat valt ook wel weer mee. Alleen, we hebben het uit tot nu toe wel beter gedaan dan thuis. Ik denk dat we thuis hier, zeker vooral met het publiek, dat we zeker onze wedstrijden moeten winnen. Dat iedereen eigenlijk een beetje bang moet zijn om hierheen te komen. Zo gaan ze dat niet worden. Tot slot, een beetje een flauwe grap, maar de winstpremie hoeft niet uitgekeerd te worden vandaag. Nee, klopt. Hoe zit dat nu met die winstpremie? Daar zeg ik niks over. Maar jullie zijn er nog niet uit? Daar zeg ik niks over. Gaat het wel goed komen? Daar zeg ik niks over. Duidelijk.